enorme vroedplek. Nou, hier hebben ze echt flink huis gehouden. Kijk. En ze zijn hier echt geweest. En misschien nog helemaal niet zo lang geleden, want het regent. En deze hoefafdrukken zie je nog heel duidelijk. En daar. Zwijnenkeutels. Zijn er. En heel veel mensen denken dan van, nou, stomme zwijnen maken van alles kapot. Voelen die hele grond om. En ze zorgen ook wel voor schade. Maar mensen, onderzoek van de Vlinderstichting heeft juist uitgewezen dat dit soort vroedplekken ontzettend belangrijk zijn voor de rupsen van de aardbeivlinder. En die aardbeivlinder is hartstikke zeldzaam. Dit is hem, die kleine zeldzame aardbeivlinder uit de familie van dikkopjes. Kijk. Een paar kleintjes. Oh, wat een mazzel. Er is dus ontdekt dat deze omgewoelde aarde ontzettend vruchtbaar is voor veel planten die allerlei insecten aantrekken. Het is een soort natuurlijke ploeg, dat zwijn. Je hebt soorten zoals de kruipgansrik die hier juist gaan groeien doordat die hele grond zo is omgewoeld. En de rups van de aardbeivlinder, die houdt daarvan. Dus ik zeg, go zwijn. Edelherten hier in het bos. Ik zie ook een mannetje. Kijk, daar gaan lopen de vrouwtjes. Ja, die rennen nu weg. Aan de horizon. Prachtig. Maar daar zie je een groepje vrouwtjes. En weer aan het andere stuk weer wat mannetjes bij elkaar. Ja. Dus dat is normaal, hoor, in dit soort terreinen. Ja, en in deze periode van het jaar. Vrouwtjesgroepen en mannetjesgroepen. Ja. Alleen in de bronsttijd komen de mannetjes en de vrouwtjes samen. En er lopen ook nog reeën, denk ik. Ja, er zijn ook alleen ooien, een paar jonge rammen erbij. Oh, schitterend. Heerlijke, stugge, bonkige beesten. Ja. Ze hebben nu nog hun wintervacht. Straks dan worden ze in die zomervacht worden ze gewoon veel slanker. En dan een leek denkt ook op het eerste gezicht van, hey, staat een ree. Want dan hebben ze een beetje die oranje-rooie kleur. Ja. Zeker de ooien. Maar nu zijn ze echt nog heel bonkig. Ja, mooie, zware manen hebben die mannetjes. En eigenlijk is dit de Hoge Veluwe, de enige plek waar je moeflons kunt kijken. Ja. Er is nog een plek op de Noord-Veluwe waar wat moeflons lopen. Maar hier loopt echt de grootste populatie. We hebben een voorjaarstand van 300 stuks. Ja. En ooit begonnen, ergens in 1920, dat er 12 moeflons door Anton Krullen zijn uitgezet. Ja, want hij vond het mooie jachtdieren, toch? Ja. De bedoeling van Krullen was om erop te jagen. Ja. Ik bedoel, nu heeft de moeflon echt een heel andere functie natuurlijk. Het is een onderdeel van het totale park. Ja. En het leuke is van die moeflon dat hij ons ook helpt bij het openhouden van het heideterrein en de voormalige stuifzanden. Ja. Want die moeflon vreet graag aan die dennetjes. Dus wat vroeger het schaap deed, toch? Grazen en kort houden. Ja. Dat doet bij ons. Doet nu de moeflon. Ja. Wat blijven ze goed staan. Ik zie een damhert. Ja. Een damhert? Ja, heb je goed gezien. Met een lange staartje, met zo'n zwarte streep op zijn staart. En die witte stippen. Precies, ja. En wat zie je daar nog meer? Herten? Ja. Vier herten? Ja, vier mannelijke herten. Vier mannelijke herten? Ja. Hebben ze allemaal hun gewei al afgeworpen? Ja, dit zijn oudere herten. Dus, nou ja, oud.
heel afgeworpen. En wat je nu heel goed ziet, is dat bovenop die kop al van die knobbel zitten. Dat is nieuwe gewei. Wat nu al aangroeit. Ja. Want dit is echt het seizoen voor het afwerpen van de geweien. Ja. De oudjes gaan eerst. De oudere herten werpen eerst af. Of nou ja, oudjes. Ja. En dan de jongere herten. Dus wat je nu soms ziet, is dat natuurlijk nog een paar herten gewei op hebben. Maar dat zijn meestal 2-3-jarige herten. Gaan ze ons daar staan aan te kijken? Ja. Prachtig beeld, hè? Waar blijven al die geweien? Want ze liggen hier niet tussen. Nee, nou, misschien ligt er nog wel ergens een gewei. Maar mijn collega's, die zoeken die geweien.